Zwolle gaat de grenzen over. Zwolle gaat via Eurosport Europa in. Laatste 2000 meter. Waar zijn? 1963 meter nog. Ja, ik zie niks, want die zijn ze aan allemaal naar voren. Zelden zo spannend geweest. Oh, ik sta te trillen. Misschien u ook een beetje. Even die benen een klein beetje uit elkaar voor wat stevigheid. Ontknoping is aanstaande. We zitten op 1800 meter. De Centuurbaan, de Champs-Élysées van Zwolle. Voor mij is de grote favoriet Fabio Jacobsen, de man die vorig jaar kampioen van Nederland bij de belofte is geworden. De man die over zeer snel eindschot beschikt. Dan gaan we toch even zoeken, Henk en Jan, om een klein beetje deze kant uit te komen. Een beetje deze kant uit, dankjewel. Ik had hem niet klaar gezet. Kan Honkie geen mooie foto maken. Ik zie daar in de verte dansende blauwe lichten en dat betekent dat de mannen dichterbij komen. Hoi. Nog niet in de laatste 1000 meter. Achtervolgende groep op 2 kilometer voor de aankomstlijn. Jawel. Nu op dit moment de koplopers in de laatste 1000 meter. Laatste 1000 meter, laatste kilometer. Peloton in de laatste 2 kilometer en de koplopers dus in de laatste 950 meter. Nee, nog 500 meter. 500 meter te gaan. 500 meter. Bosman, Lindenburg, Dekant, Hooghiemster, Jacobsen, Van Zijl, Jansen, Kleiman en Groen. Dat zijn de kandidaten voor de overwinning in de krachtster van Zwolle 2017. Daar komen ze aan. Hier komt het geweld. Hier komt de ontknoping in de krachtster van Zwolle 2017. 9 mannen weggereden naar 15 kilometer wedstrijd. Hier zijn die laatste meters met Fabio Jacobsen. Fabio Jacobsen, ik heb het u verteld, hij ging het doen, hij heeft het gedaan met mannen zoals Jim Lindenburg, onder andere hier van voren. Laatste man van de formatie hier over de streep, Jim Lindenburg wordt tweede, Gert-Jan Bosman wordt derde. Janneke Deetaar hebben we ook nog van voren en we weten dat René Hooghiemster zonder transponder hier over de streep is gekomen. Die gaan we er daar mooi tussen voegen. Een volgende groepje, het groepje van 7, ook in de laatste kilometer. Jongens, jongens, kom. Niet bij de streep gaan staan, alsjeblieft, niet bij de streep. Dank u. Gaan we een groepje van 7 krijgen voor de 10e plaats en verder. De sprint voor de 10e plaats in de krachtster van Zwolle. In de top 10, dan tel je lekker mee. Ook het peloton in de laatste 500 meter. Hier komt de eerste groep van 7. Alsjeblieft. Laatste man van deze groep was Renssen Sloet. Hier is dan het peloton. En de sprint van peloton wordt gewonnen door Maarten van Drijf, de man uit Essen. Rijden voor Metec TKH. Ja, graag gedaan. Maar dat is toch nog veel dat ik dat dan. Kijk, want...